Prinsenbeek, woensdagochtend 27 november vorig jaar. Het is tegen de klok van 7:30 en daarom nog vrij rustig op straat. Maar bij het filiaal van de Lidl aan de Groenstraat wordt al volop gewerkt. Ook al is het nog ruim voor openingstijd, de eerste bestellingen komen al binnen. Een medewerker van de winkel helpt de chauffeur met het naar binnen brengen van de spullen. Net als de medewerker de vrachtpapieren wil invullen, gebeurt het. Het is duidelijk dat de overvallers precies weten wat ze willen, namelijk geld uit de kluis. En zitten blijven, niet kijken. Opmaken. Opschieten. Opmaken. De medewerker is zo zenuwachtig dat het niet in één keer lukt om de kluis open te krijgen. Maar dan lukt het toch. Hier, op tegen de muur. Zitten. Niet kijken. De overvallers pakken wat ze pakken kunnen. Aan één tas hebben ze niet genoeg. Blijven zitten! Blijven zitten! Uiteindelijk rennen ze met 3 tassen het kantoor uit. Het heeft uiteindelijk toch nog ruim een kwartier geduurd voordat die overvallers er vandoor gingen. Het liep al tegen 8:30 en de eerste klanten stonden al voor de deur. Hoe en waarmee ze precies zijn gekomen en gevlucht, dat is niet duidelijk. Maar de kans dat ze gezien zijn is vrij groot. Het gaat om 2 negroïde mannen in donkere kleding en ze zijn er hardlopend vandoor gegaan met 3 volle tassen. Eerst lijkt er niks aan de hand. Buiten komen de daders aan en rechts in beeld staan de medewerker en de chauffeur nog te praten. En dan krijgen ze de schrik van hun leven. En met 2 pistolen op zich gericht, moeten ze mee naar het kantoor. Het gaat om 2 donkere negroïde mannen. De een is zo'n 1,75 meter lang en heeft een smal postuur. De ander is wat groter, zo'n 1,85 meter. Hij heeft een ringbaardje en opvallend dikke lippen. Deze overvaller gedroeg zich het meest agressief van de 2. Ze spraken goed Nederlands, maar wel met een flink accent. Voordat ze wegrennen, wachten ze nog even omdat er iemand op het parkeerterrein fietst en dan zijn ze weg. Met 3 tassen moeten die daders wel vanaf de parkeerplaats hier de Groenstraat ingerend zijn. Wie heeft dat gezien? Of wie heeft misschien gezien dat ze toch ergens nog in een auto zijn gestapt? Meld dat ons. Die daders hadden zoveel haast dat ze complete kassalades hebben meegenomen. Dat zijn best flinke lades en die zullen ze ongetwijfeld weer eens ergens hebben weggegooid. Wie heeft dat gezien? Wie heeft daar informatie over? Of wie heeft misschien zo'n kassalade gevonden? Laat ons dat dan weten. Ook een van de tassen die ze bij zich hadden kan een aanknopingspunt zijn. Dit is er zo een, met het logo van de Melkunie erop. En ook in deze zaak zijn getuigen heel belangrijk. De kans is groot dat daders al eerder in de buurt zijn geweest om de boel te verkennen. Dat kan zijn geweest op de dag van de overval, op woensdag 27 november. Of in de dagen ervoor. 2 donkere negroïde mannen, waarvan er 1 een ringbaardje heeft en opvallend dikke lippen. Wie zegt het iets? Wie is iets opgevallen hier in de omgeving van de Lidl aan de Groenstraat in Prinsenbeek? Deze overvallers moeten worden gevonden. Zegt de Melkunitas u iets? Heeft u de kassenladers ergens gevonden? Kunt u op een andere manier helpen de overvallers te vinden? U kunt gratis met de tiplijn bellen op 0800 60 70. Als u uw naam liever niet zegt, dan kunt u bellen met Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000.